naar Valo naar Debbel. Ik sta hier vandaag samen met Peter. Mijn naam is Kim de Groot en naast mij staat Peter Ousmani. Nou, wat gaan we vandaag met jullie bespreken? Nou ja, even een opening. Wie zijn wij? Waarom stopt Valo en wat betekent dit voor jullie? Hoe kunnen we jullie helpen? En waar bestaat het Debbel platform uit? En vragen van de deelnemers. Nou, hier nog even in het korte introductie. Mijn naam is Kim de Groot. In de mail hebben jullie gezien dat eigenlijk Rob hier zou staan. Maar ik neem zijn taken even over vandaag, omdat Rob helaas niet bij kon zijn. Ik ben productmarketeer Debbel. En naast mij staat dus Peter, die eigenlijk het verhaal gaat doen. Peter, kan je jezelf even voorstellen? Ja, zeker. Nou, mijn naam is Peter Ousmani. Ik ben Growth Lead bij Debbel. En dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor visie en strategie van ons Debbel product. En Debbel is een product van Wortel. Daarom zien we ook op de slides overal Wortel staan. En ik ga jullie vandaag meenemen wat het voor jullie gaat betekenen als Valo-gebruiker. Op het moment dat Valo stopt en welke stap je moet doorlopen om voor een ander intranet te kiezen. En hopelijk is dat natuurlijk Debbel. Ja, superleuk. Nou, zou ik deze eventjes aan jou geven? Dan kun jij naar de volgende slide klikken als het nodig is. Ja, dat klopt. Helemaal goed. Nou, ik ga jou gewoon even de vragen stellen. En nou ja, vandaar wil ik graag wat antwoorden weten. Waarom stopt Valo? Nou, het is niet waarom, het is wanneer. En dat is een hele belangrijke. Nou, Staffbase is degene die Valo heeft ontwikkeld. En die heeft al een tijdje terug aangegeven dat ze stoppen. Dat hebben ze al in 2022 aangegeven. Van Valo gaat niet door worden ontwikkeld. In 2023 kwamen ze erbij dat sommige onderdelen van Valo ook niet meer ondersteund zouden worden. Juni 2025, ja, dan stopt gewoon Valo Teamwork, Valo Entrance en Valo Intranet en Valo Connect. Ja, die stopt eigenlijk gewoon in juli. En dat is echt end of life. Oké, en wat houdt dat in precies? Nou ja, dat is een hele goede vraag. Dat is ook nog niet helemaal duidelijk. End of life betekent natuurlijk wel helemaal geen support, maar daar ga ik even naar de volgende slide. En hier zien we al dat Valo helemaal wegvalt. Ja. En wat betekent dat? Staffbase heeft het volgende aangekondigd. Het beëindigen van de ondersteuning houdt in dat er geen productonderhoud meer plaatsvindt en dat er niet meer op tickets wordt gereageerd. Dit markeert het volledige einde van de levensduur van de producten. Nou ja, dat zegt natuurlijk al wat. Betekent niet dat het gelijk helemaal stopt, maar op het moment dat er iets is, ja, dan kan je er ook helemaal niks meer mee doen. Geen tickets meer inschieten, geen support, er is gewoon voor de rest niks meer. Er is gewoon echt helemaal niks meer. Nee. Okay. Nee. Nou, als je dan verder gaat kijken, hè, dan is het eigenlijk, ja, wat betekent dit voor jullie? Of wat is het type licenties? Hè? Er zijn verschillende licentiemodellen bij Valo. Ja. Als je gaat kijken, dan heb je een subscriptiemodel waarbij je maandelijks betaalt. En dan kan je gebruik maken tot en met het einde van de licentieperiode. Nou, op het moment dat je die gebruikt, ja, dan stopt dat gewoon echt de 31ste eigenlijk, 2025... Dus echt iets om rekening mee te houden. Dan is er nog een ander model wat ze hebben. En dat is eigenlijk dat je een eenmalig model hebt waarbij je dus eenmalig afrekent. En dat zou eigenlijk dat je voor onbeperkte tijd Valo kan gebruiken. En daar is het dus nog niet helemaal duidelijk. Blijft dat nou wel of niet werken? Maar ik ga ervan uit dat je dit ook echt niet wil. Want je wil natuurlijk wel iets hebben wat continu blijft werken en waar je kan terugvallen op support. En wat betekent dit dan voor de klant eigenlijk? Nou ja, wat betekent dit voor organisaties? Dat betekent eigenlijk dat er een keuze moet worden gemaakt. Er moet een keuze worden gemaakt van oké, wat wordt onze volgende stap? In deze slide laat ik eigenlijk zien 9 stappen die je moet doorlopen op het moment dat je een nieuw intranet wil gaan implementeren en uitrollen binnen jouw organisatie. En als we gaan kijken naar stap 1... Je moet eerst een impactanalyse maken en dat doe je door te analyseren wat werkt nu bijvoorbeeld wel heel goed, wat werkt misschien niet goed, wat zijn de wensen binnen de organisatie. En als het stopt, ja, wat betekent dat voor ons? Ja. Nou, dan heb je de volgende stap, dus je wil de behoefte bepalen, de behoefte binnen de organisatie van de diverse persona's. Dus ga met elkaar kijken inderdaad, als we een nieuw intranet gaan kiezen,
ja, waar zou dat aan moeten voldoen? Ja, dat zou dan bijvoorbeeld ook andere behoeftes kunnen zijn dan wat nu Valo bijvoorbeeld zou bieden. Ja, exact. Exact. Ja. Nou, op het moment dat je weet wat die behoeften zijn, ja, dan moet je een nieuw platform gaan kiezen. Dus dan ga je meerdere leveranciers uitnodigen om dingen met elkaar te gaan vergelijken. Nou, op het moment dat je die keuze hebt gemaakt, ja, dan moet je de inrichting gaan bepalen. Nou, op het moment dat je die inrichting hebt bepaald, ja, dan moet je het ook nog gaan aanzetten. Je moet het gaan implementeren. En dan ben je er nog niet. Dat betekent niet dat je er een klip-en-klaar intranet hebt. Hè. De basis staat dan. Wat je dan gaat doen, is je gaat de redacteuren en admins ga je opleiden. Nou, op het moment dat je dat hebt gedaan, dan moet je ook nog eens een keertje gaan migreren. En dat is een hele belangrijke. Hè? Want je wil in natuurlijk bestaande content wil je gaan migreren. Dat kunnen nieuwsartikelen zijn, dat kunnen agenda-items zijn, documenten enzovoort. Moet je goed in kaart brengen. En ja. Is aardig wat werk. Kan je ervoor kiezen van, ja, dat is iets wat we helemaal zelf willen doen. Je kan ook zeggen, nou, we willen door een partner zoals Wortel laten uitvoeren. Nou, als we dan gaan kijken naar de volgende stap, ja, dan komen we eigenlijk bij de gebruikersadoptie. Je wil wel de medewerkers meenemen in het nieuwe intranet. En ik zie wel dat het echt, nou, het is een fout die veel voorkomt, dat mensen denken, ja, dat intranet, dat is gewoon heel duidelijk. En in veel gevallen is dat niet. En zeker niet op het moment dat je nieuwe features gaat toevoegen aan het intranet. Ja, en dat zou je ook, zeg maar, als add-on kunnen doen, toch? Je zou ervoor kunnen kiezen om die adoptie wel te doen, maar ook om de adoptie, wij adviseren het vaak wel, volgens mij. Maar... Klopt. Er zijn organisaties die zeggen van, wij doen het zelf. Ja. En er zijn organisaties die zeggen, nou, we willen graag dat jullie ons hierbij ondersteunen. En ja, we hebben natuurlijk ontzettend veel ervaring. Dus wij kunnen dan onze best practices direct inzetten bij elke organisatie. Ja. Nou, en als laatste stap hebben we dan, ja, dan ga je eigenlijk live met je nieuwe intranet. En dan heb je eigenlijk de piek behaald. Nou, dit is in hoofdlijnen de stappen die je zou moeten doorlopen. Er zitten natuurlijk allemaal kleine stappen tussen. Maar hou gewoon rekening met deze 9 stappen. Ja, nou, dat is een flinke wandeling, maar ja. Zeker als je iets nieuws gaat aanschaffen of iets opnieuw gaat herzien, is het belangrijk, denk ik, om deze stappen te doorlopen. Ja, absoluut. En het is wat jij zegt inderdaad, het is een flinke wandeling. Betekent ook dat je er ook tijdig mee moet beginnen. Ja. Ik bedoel, als het in juli afloopt, ja, betekent niet dat je in juni moet gaan nadenken of in mei moet gaan nadenken, hey, welke keuze moeten we maken? Nee, je moet er nu echt al over na gaan denken inderdaad van, wat wordt onze volgende stap? Ja, precies. En zijn er ook, we weten natuurlijk precies wat een klant, dat kunnen we makkelijk goed in kaart brengen, wat een klant dan heeft. Vanuit Valo. Wij hebben natuurlijk ook tools om dat makkelijk te migreren, toch? Ja, dat sowieso. Daar komen we dadelijk eventjes op. Maar ik denk even het belangrijkste is van, hoe kunnen wij daar inderdaad bij helpen? En een van die dingen is natuurlijk die migratie. Ja. Wat wij doen, wat wij adviseren bij organisaties die dus Valo gebruiken, dat is eigenlijk een Valo scan inclusief een adviesrapport. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Nou, een hele mooie slide. Het begint eigenlijk met een analyse. En die analyse bestaat uit een enquête richting key users van de organisatie. Om te vragen inderdaad van, hey, wat gebruik je nu van het intranet? Wat werkt goed? Wat werkt niet goed? Wat zijn jouw wensen? Wat zijn jouw eisen? Nou, daarnaast doen we ook nog een intake. Hè? Dat is echt in de vorm van een interview. Waarin we gewoon eigenlijk met die enquête nog eens een keertje gaan doorvragen. Met die antwoorden van die enquête gaan doorvragen inderdaad. Oké, hoe zien jullie dit dan? Hè? Ja. Als je zoiets gebruikt op een manier, is het niet dat het in de toekomst ook op die manier moet zijn? Nee, zeker. Ja. Ik denk wel dat als je een overstap gaat maken, dan moet je ook kijken inderdaad van, oké, wat is de visie van het product? Dan slaat het aan bij de visie van ons, in plaats van dat je het gewoon 1-op-1 kopieert. Ja, precies. De productiviteit kan natuurlijk ook omhoog gaan door nieuwe dingen. Absoluut. Ja. Als je dan gaat kijken, de derde stap, dat is eigenlijk een adviesrapport. Dat doen we gewoon in de vorm van een PowerPoint waar we de organisatie meenemen. Uiteindelijk willen we een presentatie geven, inclusief een demo van wat betekent dat dan voor jullie organisatie? Nou, op het moment dat dat allemaal goed is gegaan, dan gaan we echt een nog verder traject in. Ja. Nou, dit zijn de fases die wij dus doorlopen samen met jullie op het moment dat jullie die overstap zullen willen maken. Eigenlijk ben ik nu wel benieuwd naar product Dabble. Wat is dat dan precies? Is dat heel anders dan Valo? Of,
Nou kijk, het voornaamste is, en ik denk daarom dat die migratie relatief makkelijk is. Valo is ik gebouwd op Microsoft. En Dabble is een schil bovenop Microsoft. En wat wij doen is wij ontwikkelen software. Wij ontwikkelen functionaliteiten die Microsoft zelf nog niet te bieden heeft. Het voordeel is dat wij natuurlijk als Wortel zijnde heel veel kennis en kunde hebben binnen onze organisatie. Wij weten ook waar Microsoft mee bezig is. We weten ook wat er op de roadmap staat. Wat er misschien ook nog niet op de roadmap staat. Dus wij weten gewoon waar we naartoe willen gaan om nog steeds die extra waarde te kunnen bieden. Ja, die flexibele schil bovenop Microsoft. Exact, ja. Exact. Ja. Nou ja, wat is dan Dabble? En ik zal niet alles wat hier staat op gaan lezen. Maar Dabble is echt een heel veelzijdig platform. Het is inderdaad een intranet waar je nieuws kan plaatsen. Maar je hebt ook een app launcher waaronder je allemaal applicaties kan plaatsen. Je kan een interne vacaturebank kan je er gebruiken. Je kan met ideation kan je innovatie kan je laten plaatsvinden binnen de organisatie. We hebben onze kennisbank. Nou, we werken allemaal met templates en dat zorgt ervoor dat dat zorgt ervoor dat op het moment dat je nieuws gaat plaatsen, dat het continu op een consistente manier wordt gebracht. En dat is weer fijn voor de eindgebruiker, ja. Maar ook voor de redacteuren. En we hebben ontzettend veel widgets ontwikkeld. En die widgets die zorgen echt voor toegevoegde waarde. Nou, andere is onze Insights BI-module, die echt heel goed weergeeft inderdaad wat er speelt binnen jouw organisatie. Daar ga ik dadelijk meer over vertellen. Maar die helpt je echt om je communicatiestrategie te verbeteren. En daarnaast, de Viva Engage widget. Hele fijne widget op het moment dat je Viva Engage gaat gebruiken. Dan is dat eigenlijk een hele waardevolle aanvulling. Nou, als je gaat kijken van hoe ziet dat Dabble intranet er dan uit. Ik denk ook goed om te weten is, wij ontwikkelen niet vanuit een ivoren toren. Wij doen dat echt samen met de klant. De klanten die geven ons feedback. Dat doen ze op verschillende manieren. En met die feedback, op het moment dat er voldoende animo voor is, gaan we ook daadwerkelijk ook verder met de doorontwikkeling. We hebben onze eigen ontwikkelaars die dus echt codes kloppen om ervoor te zorgen dat wij gewoon helemaal up-to-date zijn en dat wij voldoen aan de behoeften van de klant. Nou, een van de dingen waarom werd gevraagd, wij willen een flexibele homepagina. We willen namelijk aan verschillende doelgroepen willen we verschillende homepagina's kunnen tonen. Hier zie je in een voorbeeld van een homepagina, hoe die eruit kan komen te zien, waarbij je het nieuws bovenin in verschillende vlakken weergegeven ziet. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar deze, dan zie je weer dat het op een andere manier is en dat bijvoorbeeld de agenda heel duidelijk en prominent aanwezig is. Ik heb hier een voorbeeld van iemand die heeft alle applicaties prominent in beeld. Ja, en als ik het goed begrijp, Peter, als je bijvoorbeeld één organisatie bent en je hebt verschillende persona's, dan kan je voor die persona's verschillende homepages instellen, toch? Ja, dat klopt. En dat is een deel wat dan gepusht wordt vanuit de organisatie, dus dingen die vastgezet worden vanuit de organisatie, en een deel wat iedereen persoonlijk kan instellen, toch? Wat ze dus fijn vinden om hun dag mee te starten. Ja, klopt. Ja. Wij kunnen namelijk gewoon inderdaad een basistemplate klaarzetten. Natuurlijk in overleg met jullie. Waarbij we zeggen van 25% of 30% van wat hier staat, staat vast. Ja. En de rest mag zelf door de gebruiker in elkaar worden geklikt. Die mag zelf widgets eraan toevoegen. Ja. Ja, dus wat je ziet in de praktijk is dat bij sommige organisaties die zeggen, nee, wij willen bijna alles vast. En 10% is nog toe te voegen. Ja. En bij andere organisaties zeggen, nou weet je wat, we doen het andersom. Het nieuws staat er en de rest bepalen jullie zelf. Ja, nou, dat is heel fijn, denk ik. Ja, nou hier nog een voorbeeldje van hoe zo'n pagina eruit kan komen te zien. En Dabble kan je voor verschillende organisaties inzetten. Maar heel specifiek, bijvoorbeeld voor de Dabble Zorg, hebben wij ook widgets ontworpen die gekoppeld zijn aan ONS NEDAP. Dat is dus eigenlijk het ECD voor de zorg, wat heel veel organisaties gebruiken. En hierin kan een zorgmedewerker dus ook gelijk zien wat staat er vandaag op de planning, informatie over de cliënten die worden bezocht en eigenlijk nog veel meer. Ja, dus alles gewoon lekker op één plek. Ja, exact. Nou, een van de dingen die echt heel belangrijk is, wij willen het juiste nieuws
plaatsen en ervoor zorgen dat dat ook bij de juiste mensen terechtkomt. En dat betekent ook dat wij werken met doelgroepen, targeting, metadata, van alles en nog wat. Maar daar hoeven de mensen niet over na te denken. Wat je hier ziet in het filmpje is dat ik hier dus een bericht heb geplaatst. Maar dat ik hier dus ook onderwerpen aan kan toevoegen. En daarna kan ik er nog afdelingen aan koppelen. Ik kan er nog producten aan koppelen. Nou, allemaal deze zaken die zijn allemaal samen met jullie af te stemmen van ja, wat wil ik hier nou direct aan koppelen. Ja, dus als ik als gebruiker zeg maar heb aangegeven van dit onderwerp vind ik interessant, dan komt dat nieuws extra naar mij toegepusht. Klopt, dan krijg je een notificatie van hey, er is iets interessant, kijk hier eens naar. Yeah. Ja, er is eigenlijk een soort van tijdlijn die we hebben gemaakt en daar, zodra je daarop klikt, dan kom je direct bij het artikel uit. Nou ja, en als... zijn dat dan vaste tags die dan gekozen worden of kan je die elke keer... Je hebt één veld waarin je zelf de tekst kan aanmaken. En je hebt één veld waarin voorgedefinieerde tekst staan. Ja, oké. Nou, en dat is iets wat je tijdens het implementatietraject met elkaar gaat bespreken. Nou, je ziet hier eigenlijk van alles. Maar je kan ook nog eens een keertje per mail nog heel specifiek naar mensen het bericht doormailen. Daarnaast hebben we ook de mogelijkheid om gewoon via Microsoft Teams... mensen te notificeren van hey, er staat weer wat nieuws. Ja. Super handig als je nieuws aan het publiceren bent. Zeker. Nou, ander onderdeel van Dabble is eigenlijk de kennisbank. En dat is echt bedoeld voor informatiemanagement. En wat wij zeggen, die kennisbank, dat is de plek waar de waarheid staat. En wat betekent dat? Je ziet hier als voorbeeld allemaal tegels. En die tegels, dat zijn eigenlijk categorieën. En wat je ziet is, die categorieën, dat zijn gewoon specifieke onderwerpen. Er zijn mensen die dan ook verantwoordelijk zijn, echt heel specifiek voor die categorie. En die moeten ook zorgen dat alles up-to-date is. Ja. Want, nogmaals, de waarheid die staat hier. Ja, dus bijvoorbeeld dat zorgprotocollen altijd up-to-date zijn. En wij werken ook met een retentiebeleid. En dat zorgt ervoor dat je dus tijdig ook genotificeerd... of een notificatie krijgt als eigenaar van... hey, we hebben hier een document, over 2 maanden gaat het verlopen. Misschien wordt het tijd om dat even na te lopen en up-to-daten. Oh, dat is super handig, want als ik dan bijvoorbeeld een document er neer heb gezet... en daar een datum heb aangegeven, nou, deze loopt tot volgend jaar... dan krijg ik volgend jaar een melding van... hey Kim, het is handig dat je deze even gaat updaten. Nou ja, dan krijg je in ieder geval een paar maanden van tevoren. Maar dat ligt eraan, dat kan je zelf instellen. Dat zie je hier ook. Hier kan je aangeven van, ja, wanneer moet ik die notificatie ontvangen? Is dat 3 maanden van tevoren, zoals hier? Of is dat dadelijk, is dat maar 1 maand of iets dergelijks? Oh ja, top. Nou, is iets wat heel veel wordt gebruikt. En ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is. Die kennisbank is ontwikkeld op aanvraag van een groot pensioenfonds. Die zei van, ja, we hebben iets nodig waar we eigenlijk onze laatste informatie up-to-date kunnen bewaren. En waar we alles kunnen terugvinden. En daardoor hebben we ook die kennisbank kunnen ontwikkelen. En wordt nu bij heel veel organisaties ingezet. Ook voor de zorg, voor zorgprotocollen en dergelijke. Ja. Nou, als we gaan kijken naar ook iets wat we hebben ontwikkeld. Voor heel specifiek voor een klant. En dat noemen we het ideation platform. Ik zal de klant niet noemen, maar er werd gevraagd, jongens, wij willen graag ideeën uit het veld ophalen. Onze mensen die zitten over de hele wereld. Het is een grote organisatie met duizenden mensen. En ze zeggen de beste ideeën die ontstaan eigenlijk op de plek waar de mensen echt aan het werk zijn. En daarvoor hebben we deze Dabble ideation hebben we bedacht. Op deze manier kunnen mensen heel makkelijk ideeën indienen. Andere mensen kunnen daarop stemmen en je kan het volgen. Super handig. Het is gewoon een digitale ideeënbus. Ja, heel leuk. Dus dit is zo, ja, dan weet je gewoon wat er ook op de werkvloer speelt. Ja, klopt. Nou, als we dan verder gaan kijken, dan zien we hier de Dabble evenementenmodule. Hierin kan je dus aangeven of je deel wil nemen aan een evenement. Je wordt dan eigenlijk gelijk gekoppeld aan een team die daarvoor is aangemaakt. En daar zou je al gelijk kunnen chatten met mensen over het evenement. En het mooie is dat je hier ook al kan zien hoeveel deelnemers al hebben gereageerd. Dus in dit voorbeeld zie je dat bijvoorbeeld 14 van de 50 plekken, die zijn op dit moment al gereserveerd.
En het mooie is ook nog, je hoeft geen bestandje te downloaden in je agenda te zetten. Nee, op het moment dat je zegt van, ik ben hier aanwezig, wordt het automatisch in je agenda gezet. Lekker geautomatiseerd. Dat bedoel ik. Ja. Ja, trouwens ook op verzoek van onze klanten. En die hebben gezegd, ja, we willen niet dat onze mensen continu maar iets moeten downloaden en dan moeten importeren in hun agenda. Nou, dan gaan we een van onze laatste ontwikkelingen. Dat is eigenlijk de Dabble Insights. En Dabble Insights geeft echt aan hoe jouw communicatiestrategie werkt. En wat je hier bijvoorbeeld kan zien, dat noemen we een heatmap. En in die heatmap zie je heel duidelijk wanneer het intranet het best wordt gelezen. Nou, in dit geval vind ik natuurlijk heel interessant als marketeer. Ja, nee, absoluut. Absoluut. Wel, kan je hier ook bijvoorbeeld zien op welke tijd het goed is om iets te plaatsen? Ja, nou, dat is exact wat je hier ziet. Dus je ziet hier eigenlijk dat op de dinsdag, tussen, laten we zeggen 9 en 11, dan is het meest dik gedrukt. Of op dinsdag om 4 uur, ja, dan is het heel waardevol om informatie te plaatsen, want dan wordt het gewoon drukker bezocht. Het mooie daarvan is dat je met Dabble kan je natuurlijk een nieuwsbericht helemaal klaarzetten, maar je kan er ook een datum aan hangen en een tijdstip wanneer het dan moet worden gepubliceerd. Ja. Dan kan je het klaarmaken op de tijd dat je zelf de tijd voor hebt en wordt geplaatst. Ja, exact. Nou, dat is echt wel iets wat heel veel wordt gebruikt. Ja. Wat heel veel wordt gebruikt is inderdaad dat mensen inderdaad berichten gaan inplannen. Want sommige communicatie kan je nu al klaarzetten en hoeft pas over 3 weken te worden gelanceerd. Nou, een ander inzicht, en er zijn nog veel meer inzichten, maar is ook bijvoorbeeld, ja, waar wordt er nou eigenlijk op gezocht? Dus hier zie je bijvoorbeeld de lunch of kilometervergoeding of ziek. En hieruit kan je natuurlijk ook heel veel informatie halen. Van ja, wat speelt er nou eigenlijk binnen onze organisatie? En daarin kan je ook weer op inspelen. Dus misschien is dit niet zo interessant dan weer voor marketingcommunicatie, maar wel heel interessant voor HR. Ja, zeker. En wat dingen die niet goed misschien zichtbaar zijn, die waar wel veel op gezocht wordt. Ja. Ja. Heel interessant. Leuk om te zien waar de organisatie zich in de organisatie zich en mensen zich mee bezighouden en wat ze dan zoeken op het internet. Ja, dat zeker. Is natuurlijk normaal niet echt inzichtelijk. Nee. Nou ja, dus je ziet hier van alles staan. Nou, een van de dingen is bijvoorbeeld wachtwoord wifi. Ja, dat is blijkbaar niet bij iedereen duidelijk. Dus daar zijn ze dan naar op zoek. Nou, als je... er zijn nog veel meer inzichten hoor, die we met Dabble Insights kunnen behandelen. Dus als daar een vraag naar is, laat het alsjeblieft weten en dan neem ik jullie daarin mee. Het volgende onderdeel, dat is, dat is ook een tool dus wat in Dabble zit. En dat is eigenlijk onze governance module. En wat is dat? Hiermee kan je gewoon teams aanmaken zonder dat je IT daarbij gaat belasten. Of zonder dat je een ticket moet inschieten. We hebben namelijk samen met jullie al templates gemaakt. Die templates die voldoen aan een bepaalde governance. Die voldoen aan bepaalde policies. En mensen kunnen daar dus voor kiezen. Die zorgt er gelijk voor dat je de juiste prefix hebt. Dat je weet voor wat voor type het is. Is het een privé? Wat voor levenscyclus er aan hangt en dergelijke. Dus ik denk een hele waardevolle tool. Hier kan je toch volgens mij ook bijvoorbeeld, dit is even een voorbeeld hoor. Maar je kan bijvoorbeeld aangeven van, ik wil dat er in dit team nooit externe toegevoegd kunnen worden. Ja, exact. Ja. Exact. En, bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie over de organisatie. Ja, in principe als het... je ziet het daar ook als voorbeeld. Daaronder staat vertrouwelijk. En dan zie je ook dat het type privé is. Ja, daar mogen geen externe bij. Dat zou ook bijvoorbeeld kunnen zijn voor een intern project. Hè? Of bijvoorbeeld een afdelingsteam. Ja, bij een afdelingsteam wil je eigenlijk geen externe erbij. Mocht je dat dan wel doen, dan kan je ervoor kiezen. Dat werkt ook weer met bepaalde software die wij gebruiken van... Oké, wil je dat de eigenaar nu een signaaltje ontvangt, of misschien iemand van IT een signaaltje ontvangt, hé, er gebeurt hier iets, of wil je dat we het gelijk corrigeren en de persoon eruit zetten? Ja, precies. Maar dit is wel even een extra goed vangnet, omdat soms mensen weten niet wat ze, omdat er zoveel opties zijn, een gebruiker weet soms niet wat ze allemaal aanklikken. Ja. Dus dat is... Nee, klopt. Nou ja, hoe ziet dat er dan uit? Ja... Dit noemen we dus de Teams Provisioner. We maken samen met jullie maken we gewoon Teams aan. Of nee, sorry, templates aan van Teams. En die staan dan gewoon klaar. In sommige gevallen kan je nog zeggen, als er een bepaald team wordt aangemaakt, moet er iemand toch nog akkoord geven. Krijgt er iemand een signaaltje en dan moet die persoon nog even op ja is goed klikken. En het gaat door.
Maar op deze manier hoef je dus geen tickets aan te maken en je hoeft niet bang te zijn voor wildgroei en dergelijke. Oh, gaaf. Nou ja, superveel mogelijkheden binnen Dabble dus. Wat staat er nog op de roadmap? Ja, nou ja, de roadmap voor 2024, er zijn twee dingen waar ontzettend veel om werd gevraagd. En zeker dat laatste half jaar. En daarom staan ze erop ook echt om dit het laatste kwartaal gewoon helemaal in orde te hebben. Dat is eigenlijk de topdesk widget, zodat die widget kan worden toegevoegd aan de homepagina. En dat mensen zonder dat ze direct naar topdesk hoeven te gaan, al direct inzicht hebben op taakjes die openstaan en dergelijke. Dus dat is een van de veelgevraagde widgets of functionaliteiten. En de andere, nou, ik denk dat dat zal wel geen verrassing zijn, is de AFAS widget. Dat je ook hier direct kan zien, zonder naar AFAS te gaan, op je homepagina, hey, wat staat er voor mij open, wat moet ik doen? Dat zijn de dingen die we op dit moment op de roadmap hebben staan. En een ander dingetje, het staat niet op de roadmap, dat is een samenwerking die we hebben. Dat is heel specifiek voor narrowcasting. Narrowcasting, ja, wat betekent dat? Ja, gewoon dat je nieuws op grote schermen gaat publiceren. En dat het op deze manier kan je vooral je, ja, Microsoft noemt dat frontline workers, medewerkers met een F-licentie. Hoe ga je die bereiken? Nou, die bereik je dus door, ja, nieuws op grote schermen te publiceren. En met de samenwerking die we hebben, zorgen we ervoor dat je via Dabble direct ook op die grote schermen het nieuws kan laten zien. Wij geven volgende maand ook heel specifiek een webinar over de mogelijkheden van NetPresenter in combinatie met Dabble. Ja, je kan je ook aanmelden via de website als je hier interesse in hebt. Ja. Dan gaan we hier even wat dieper op in. Gaan we hier even wat dieper om, inderdaad. Ja, nou, een van de veel gestelde vragen is natuurlijk, hoe ziet een implementatietraject eruit? Implementatie kan eigenlijk heel snel gaan. Wij hebben zelfs een intranet binnen een week op weten te zetten. Maar we zijn vooral afhankelijk van jullie. Er moeten best wat mensen, je ziet het hier ook, van, ja, wie moeten daarbij worden betrokken? We moeten best wat mensen vanuit jullie organisatie deelnemen aan specifieke sessies om eigenlijk tot een ontwerp te komen. Dat zijn dan die negen stappen, toch? Nee, dat niet helemaal. Dat is daarvoor. Dan heb je eigenlijk die keuze al gemaakt. Al komen er wel weer stappen weer terug, hoor. Maar als je hier kijkt, hè, communicatieafdeling. Ja, communicatie heeft natuurlijk een hele belangrijke rol. Die hebben natuurlijk ook best wel vaak gewoon een visie. Maar ook de HR-afdeling, de IT-afdeling. We hebben wel een projectleider nodig die het project leidt vanaf de klantkant. We hebben het liefst ook een senior sponsor. Iemand die echt het project draagt. Iemand die het ook wil uitstralen richting de medewerkers. En we hebben ook graag iemand aan de andere kant zitten met ook SharePoint-kennis, zodat we ook onze kennis kunnen overdragen daaraan. Implementatie duurt gemiddeld tussen de 8 en 12 weken, maar nogmaals, het ligt vooral aan jullie kant. Als jullie sneller willen en sneller kunnen, ja, dan kunnen wij dat ook. Want voor ons is het makkelijk om een implementatieconsultant gewoon vrij te maken en in één keer door te gaan. Maar ga ervan uit, 8 tot 12 weken is gewoon een normale doorlooptijd. Volgens mij. Oké. Dan hebben we nog één slide van, ja, wat is dan ons Dabble aanbod voor, ja, de mensen die willen overstappen? Dat is eigenlijk, ja, op het moment dat je wil gebruik maken van de VALO-scan, inclusief dat adviesrapport en een offerte wat daar dan uitkomt, ja, daar zijn geen kosten voor. Dus we gaan een vragenlijst met jullie delen die jullie intern los kunnen laten op de organisatie. Daarnaast gaan we met jullie in gesprek. Dat kan in één of twee gesprekken kan dat plaatsvinden. En daarna komt er een adviesrapport uit. En op het moment dat je besluit om over te stappen voor dit jaar, ja, dan zijn er geen implementatiekosten. Dat betekent dus alle consultancy-uren die er normaal bij zitten, projectmanagement en dergelijke, ja, komen gewoon te vervallen. En ja, wil je meer weten, meer informatie, of wil je gewoon direct een demo of wat dan ook, ja, scan deze link en we maken direct een afspraak met je. Ah ja, supermooie deal. Ja, komen we aan het einde? Dan zijn we er bijna doorheen, inderdaad. Ja. We hadden nog wat vragen. Ik heb zelf nog wat vragen voor jou bedacht. Misschien dat je die zou kunnen beantwoorden. Ja. Hoe vermakkelijkt Dabble de migratie vanuit VALO? Nou, kijk, het grote voordeel is dat VALO ook gebouwd is op SharePoint.
Dus dat betekent ook dat ja, op het moment dat je gaat migreren van SharePoint naar SharePoint, dat dat een stuk makkelijker is dan als dat van een ander systeem zou kunnen zijn. En daarvoor kunnen we diverse tools inzetten. Wat we wel zien is dat we moeten vooraf, en dat komt ook uit die interviews, moeten we gaan bepalen inderdaad, wat gaan we allemaal migreren, hoeveel is dat, en wat wil de klant zelf doen en waar hebben ze ons bij nodig. Dus dat is iets wat we moeten gaan inventariseren. Maar nogmaals, het grote voordeel is dat het van SharePoint naar SharePoint is. Ja, precies. Maar waar ondersteunt Dabble, zeg maar, nog iets meer in de migratie van Fallon naar Dabble? Ja, nou, dat is de vraag, waar liggen de behoeften van de klant? Ja. Wij weten als geen ander natuurlijk hoe die migraties gaan. Ja, wij migreren ziekenhuizen met miljoenen bestanden of informatie-items. Dus wij kunnen de klant volledig ontzorgen op het moment dat daar die behoefte is. Maar ook de medewerkers die er zeg maar mee werken? Maar dan hebben we het echt heel specifiek over eindgebruiksadoptie. Dus dat staat even los van migratie. Ja. Of bedoel je wat anders? Nou ja, ik had hier opgeschreven, hoe ondersteunen we de medewerkers tijdens en na de migratie naar Dabble? Ah, oké, dat is wat anders. Die formuleerde ik. Ja, dat doen we natuurlijk gewoon door een adoptietraject. Kijk, je moet natuurlijk wel de mensen daarin meenemen. Ja. We moeten op het moment dat je iets gaat bouwen, dat betekent wel, ja, we hadden eerst A en we gaan nu naar B toe. Ja, wat gaat er allemaal veranderen? En op het moment dat wij bezig zijn met adoptie, dan doen we dat eigenlijk door middel van de ADKAR-methodiek. En dat begint altijd met een stukje awareness, wat staat er te gebeuren en hoe. Dan een stukje design van wat levert het op. En dan hebben we de K-fase, knowledge-fase. En dan gaan we echt die eindgebruikers trainen. Van, en hoe werkt dat dan? Nou, daar hebben we nog een paar andere stappen, maar daar ga ik je nu niet mee lastig vallen. Oké. Nou, top. Hartstikke duidelijk. Voor mij is het duidelijk. We gaan dit online publiceren, zodat jullie dit allemaal eventjes terug kunnen krijgen. En als er vragen zijn, dan kunnen er altijd even contact opgenomen worden met Peter. Of met het e-mailadres die gecommuniceerd wordt. Dankjewel Peter voor deze webinar en bedankt voor het kijken. Oké, graag gedaan. Doei. Doei. Yes. Nou, 34 minuten.